is het de dag dat ik ga presenteren bij Islamunda voor 3 dagen bestaan. Ik ben net aangekomen, net geparkeerd. Er parkeerde dus net een busje waar ik wil gaan staan. Maar ik was te laat, maar maakt niet uit. Ik ga jullie meenemen, dus let's go! Zo, onderweg. Jammer dat je die letters niet kan zien. Even kijken. Juist. Wauw, wie wil scherp. We zijn nog bezig met de opbouw. Dus het gaat helemaal goed komen. De een en ander is net even besproken. Ik heb kaartjes gemaakt. Altijd handig. Ik ga nu even mijn spullen achterzetten en dan even voorbereiden wat ik allemaal moet gaan zeggen. En dan zullen we alweer beginnen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even in de loungekamer. Hoe moet ik het altijd maar. Oh, hij is dicht. Oh, hij is echt dicht. Nou, weer terug om de sleutel te halen. Zo, de sleutel heb ik gekregen en we zijn nu hier binnen. Hier, ja, het is eigenlijk, de artiestenfoyer. Ik ben hier nog helemaal solo. De band is vooral een beetje bezig aan het opzetten. Die gaan denk ik zo even soundchecken. En nou, ik heb mijn huiswerk hier. Dus dat ga ik nog eventjes malen, zodat het gewoon lekker vlekkeloos uitkomt straks. Maar daar heb ik vertrouwen in, gaat helemaal goed komen. En ja, ik heb er zin in. Ja, dit jaar is hij een officiële partner geworden van het programmapartner van Islamunda. Naast alle andere partners die ik straks even zal noemen, is bij deze de overhandiging van de sleutel. Hey! Welkom. Programmapartner in Islamunda betekent dat je een opdracht krijgt en dat je voor ons activiteiten, programma's gaat organiseren in de theaterzaal, in de studio's of waar dan ook in het gebouw. Nou. Ik ben net op stage geweest. Ik was echt wel goed voor mijn gevoel. Ik ga dadelijk terugkijken. Misschien denk ik, nou, het zag er niet uit, maar voor mijn gevoel is het wel goed. Het is lekker druk. Hartstikke leuk. Dus ik ben ook lekker wezen te dansen, denk ik. Maar dat ga je zo zien. En ja, hartstikke leuk. Lekker.
wie is hier weer aan het zuigen? Gaat hij lekker? Ik hou van jou. Ik hou van Rotterdam. Je bent weliswaar niet de oude van voor de bombardementen. Je hebt wel de mooiste vrouw van alle continenten. Gedeelde segmenten. Misschien wel vrijdagavond op de Koolsingel. En dat zijn van mij legendarische momenten. En ik word zo moe van het gezeur en het gejammer. Ben ik nou wel of ben ik nou geen echte Nederlander? Ik ben wie ik ben en dat is een trotse Rotterdammer. Laten we hand in hand lopen en strijden als kameraden. Want wanneer we een eenheid vormen met z'n allen, kan niemand ons wat maken. En na elke zin wat ik zeg, zeg je alleen maar dat is lastig, man. Ja, op mijn bankrekening heb ik 2,30. Dat is lastig, man. Oké, we moeten het opnieuw doen, man. We moeten een beetje een feeling over erin krijgen. Op mijn bankrekening heb ik 2,30. Dat is lastig, man. En mijn ex wilde ook niet verder. Dat is lastig, man. Mijn haar wordt een beetje grijs. Dat is lastig, man. Dames en heren, dank u wel. Dat is mijn piek. Geef een hartelijk applaus.